Ik ben Linda Bekman-Lapré. Ik ben in mei 2011 heel ziek geworden op vakantie. Toen heb ik bij de huisarts gevraagd of ik een Q-koortstest mocht doen. In eerste instantie kon dat niet. Toen heeft ze me wel geprikt op Pfizer. Dat had ik inderdaad ook gehad. Maar hoe lang geleden dat is geweest, dat konden ze niet meer zien. Uiteindelijk ben ik ook weer teruggegaan, omdat ik niet tevreden was met het antwoord. En ik ben erop gaan staan dat ze toch de Q-koortstest zouden doen. En bleek dat ik besmet was met het bacterie. In eerste instantie voelde ik me nog wel redelijk en ik kon ook gaan werken. Totdat ik na een hele drukke periode in oktober echt ziek ben geworden en echt helemaal niets meer kon. Via de stichting Question ben ik terechtgekomen in het Radboud ziekenhuis waar de specialist zit. Daar heb ik heel veel antwoorden op mijn vragen gekregen. Waar komen mijn klachten vandaan? Waarom heb ik die klachten? Zijn er meer mensen die klachten hebben? Dat was een geruststelling. Ik heb aan de Q-studie meegedaan, wat mij heel veel heeft gebracht, omdat je leert je leven in balans te brengen. En waar ik van denk dat daar ook de sleutel in zit. In het dagelijks leven heb ik last van vermoeidheid. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. Daarbij heb ik last van spier- en gewrichtsklachten, geheugen- en concentratiestoornissen. Wat mij toch wel in een lastig parket af en toe brengt, waardoor ik niet normaal zoals vroeger kan functioneren. Ik heb energie om te kunnen werken. Het is heel erg afhankelijk wat voor werk ik zou kunnen gaan doen. Iets waar je je passie in kwijt kunt, levert ook positieve energie op. En ik denk dat daar de sleutel ligt. Ik hoop dat Q-support, nu ik aan de vooravond eigenlijk van een nieuwe baan sta en in het traject met begeleiding van het UWV erachter kom dat door de bezuinigingen heel veel begeleiding is weggevallen. Hoe kan Q-support mij daarin ondersteunen? Ik wil me graag om laten scholen. Maar wat moet ik gaan doen? Want waar ik goed in was, dat kan ik nooit meer doen. En dat doet heel erg zeer. Dus help mij met het zoeken naar een nieuwe uitdaging.